Rasmus, als eerste, hoe was het om je debuut te maken hier woensdag? Ja, het was leuk om je debuut te maken natuurlijk. Alleen het resultaat kon wat beter voor ons. Vond je het leuk dat het uitgerekend in de arena was? Ja, het was wel bijzonder natuurlijk. Dit is eigenlijk mijn thuis eigenlijk. En dat was wel bijzonder. Kan je terugkijken op een goed debuut voor jou, afgezien van het resultaat? Nou, ik denk dat het redelijk ging. Alleen wij werden teruggedwongen door Nederland eigenlijk. Maar persoonlijk denk ik dat het oké ging. Dan terug naar de dag van vandaag. Je was niet op het trainingsveld, want je mocht vanwege woensdag binnen blijven, geloof ik, hè? Ja, klopt. Gewoon laten verzorgen. Jan, aanstaande zondag de topper tegen AZ, mag je wel zeggen. Wat verwacht je van die wedstrijd? Een lastige wedstrijd, denk ik. Wij gaan altijd voor de overwinning, maar AZ is toch het team in vorm. Dus het zal geen gemakkelijke wedstrijd worden, maar we gaan daar wel voor de winst. Het is zeker wel een goede tegenstander. Ze spelen natuurlijk in de afgelopen weken goed. Ze hebben veel goede resultaten geboekt. Hamdoui, die in grootste vorm is, veel scoort. Dus ja, het is wel een topduel in deze competitie. Nou, wat een leuke wedstrijd denk ik, een topper. Ik denk dat AZ heel goed bezig is en wij ook. Zo wordt een interessante wedstrijd. Is het de grootste concurrent, denk je, op dit moment voor jullie? Ja, dat zouden de meeste mensen op dit moment wel zeggen, maar... Er staan nog genoeg teams bovenaan als NAC en Groningen ook. En ik zal PSV ook nog maar niet afschrijven. Jullie hebben tegen Groningen en tegen PSV gewonnen. Ja. Zijn jullie beter tegen ploegen die zelf ook heel goed voetballen? Dat is makkelijker voor ons, omdat er dan gewoon meer ruimte is. En we hebben doorgaans toch wel de meeste kwaliteit ten opzichte van de tegenstander. Dat is misschien ons voordeel van zondag tegen AZ, maar ja, AZ heeft gewoon heel veel voetballende kwaliteit, zijn goed op elkaar ingespeeld. En ze verwacht echt een heel lastige wedstrijd. Ik denk dat we heel blij mogen zijn met een kleine overwinning. Nou, ik denk dat zij over het algemeen een goed positiespel spelen. Ze spelen compact. Er zijn een paar jongens in goede vorm, met name dan El Amdoui, maar ook Ari doet het goed. Ja, over het algemeen zit er veel beweging in. Dat zijn de sterke punten. Wat gaat het worden? Wat voor wedstrijd? Ja, ik hoop dat het een leuke wedstrijd wordt en dat wij winnend afsluiten. AZ zal in eigen huis niet op eigen helft terugkruipen, denk ik. Hoe moeten jullie ze gaan bestrijden daar in Alkmaar? Ja, zoals we de laatste wedstrijd gespeeld hebben, gewoon compact houden, achterin weinig kans weggeven. En ja, Suarez is in topvorm, Soleimani is terug en... Ja, er zijn genoeg jongens bij ons die kunnen scoren. Dus als we het compact houden achterin en dan de kansen die we krijgen benutten, dan moet het lukken.